Op de Sint-Walrikweg bij Overasselt heeft een dodelijk ongeval plaatsgevonden woensdagmiddag. Hiervoor moest ook de traumahelikopter uitrukken. Het slachtoffer, een man, overleed aan zijn verwondingen nadat hij met zijn auto tegen een boom was gereden. Reanimatie mocht niet meer baten. De hulpdiensten denken dat er geen andere personen bij het ongeluk betrokken zijn.